Corona of geen corona, the show must go on. Dat geldt ook voor het autosalon. Welkom bij de Vroom.be podcast. De online show voor autoliefhebbers die op de hoogte willen blijven van het laatste autonieuws, tips, trends en lanceringen voor 2021. Kortom, wij brengen het autosalon tot in je oren. Mijn naam is Hans van Vroom.be. Ik ben zelf een autoliefhebber en gepassioneerd door mobiliteit in het algemeen. In deze aflevering praat ik met Hamza Shaban, Sales Director, en Melvin Keuter, Communications Director bij Nissan voor België en Luxemburg. Welkom Hamza, welkom Melvin. Dankjewel, bedankt. Stel jullie zelf even voor misschien. Ik ben Melvin Keuter. Ik ben sinds een aantal jaar de communicatiedirecteur van Nissan Belux. Dus ik hou me met name bezig met de contacten met de journalisten, met bijvoorbeeld dit soort interviews. Ik ben eigenlijk zeg maar de woordvoerder van Nissan. Hamza Shaban, ik ben sales director bij Nissan Belux. Ik werk bij Nissan nu bijna 5 jaar. En sinds een beetje meer dan 1 jaar ben ik verantwoordelijk voor verkoop en ondersteuning van onze netwerk in België en in Luxemburg. Perfect. Aangenaam en welkom. We hebben de deur gesloten van 2020. Hè. Blij dat het voorbij is, veronderstel ik. Hoe was 2020? Ja, hoe was 2020 anders dan andere jaren voor Nissan? Het was speciaal. Het was een nieuwe omgeving, een nieuwe manier van kopen, maar ook nieuwe verantwoordelijkheden van onze kant. We moeten ook snel kunnen aanpassen aan het markt, die was aan te veranderen. De manier van kopen, die was aan te veranderen. En de verwachten van de klanten, die anders worden. Ja. Ik denk eigenlijk, als ik erop mag inhaken, het is voor alle automerken een enorm lastig jaar geweest, een uitdagend jaar. Een aantal maanden tot de showrooms gesloten waren, dat maakt het natuurlijk niet gemakkelijk om auto's te verkopen. Klopt. Wat natuurlijk voor ons key is, dat de showrooms open moeten kunnen zijn. Dus het is een heel turbulente markt geweest de afgelopen jaar. Met heel veel ups en downs, showrooms die weer terug open gaan, mensen die misschien toch nog een beetje schrik hebben om naar de showroom te gaan. Terwijl wij als automerken er alles aan doen om natuurlijk op een zo veilig mogelijke manier mensen te mogen ontvangen in onze showrooms. Dus daar wordt natuurlijk alles voor in het werk gesteld. En is die dienstverlening dan ook effectief veranderd? Dat kan ik me wel voorstellen. Naar testritten en dat soort dingen. Eigenlijk de... Alles begint nu meer en meer digitaal. Dus zelfs onze testritten moeten digitaal kunnen geboekt worden, contact genomen worden, op afstand. En dan een aflevering met heel veel beperkingen, zeker. Tuurlijk, Dus je mag niet meer blijven met je klant ook. Dus dat verandert de hele manier van een voertuig uitleggen of leveren ook, hè, aan de klant. Het heeft eigenlijk nieuwe deuren geopend. Hè? Zoals Hamza al uitlegde, de digitale wereld. Maar dat we ook bijvoorbeeld zagen dat sommige van onze concessiehouders video's gingen maken van hun showroom. Dat ze gingen videobellen met hun klanten om wagens te laten zien. Al dat soort dingen om naar ons west te doen, om meer wagens te verkopen. Dat heeft er ook in geresulteerd dat wij als Nissan Belux, of als Nissan zelf zijnde, ook nu voor het autosalon een virtuele showroom hebben opgezet die te vinden is op onze website, nissan.be. Perfect. Dus voor sommige dingen heeft het wel een stroomversnelling gebracht in de dienstverlening. Inderdaad. Ja. En dan nu, 2021, geen autosalon dit jaar. Wat missen we? Wat hadden jullie voorgesteld als we naar Brussel waren gekomen? Ik denk niet dat we mogen zeggen geen autosalon, want de periode die is er wel degelijk. Absoluut. Dat zien we nu eigenlijk ook al na de eerste 2 weken. Er mag misschien geen fysiek autosalon te Brussel zijn, maar het autosalon gaat door bij al onze concessiehouders en ook digitaal, zoals net gezegd. We hebben een digitale showroom, of een virtuele showroom op onze website. En uiteraard zijn al onze concessies geopend, waarbij we toch wel heel wat nieuwigheden presenteren. Er zijn nieuwe versies op bijvoorbeeld de Micra die eraan komen. We hebben een gelimiteerde versie op onze Nissan Juke.
Duke Enigma, wat heel interessant is, waarbij we een aantal nieuwe design-elementen kunnen zien, zoals bijvoorbeeld zwarte velgen, en het heeft eigenlijk een specifiek uiterlijk. Daarnaast uiteraard heel grote promoties op ons, eigenlijk denk ik dat ik dat wel mag zeggen, een van onze modellen die het allerbekendste is en waar we ook pionier in zijn, de Nissan Qashqai. Ja. We zijn natuurlijk pionier op het gebied ook van onze crossovers, waarbij de Qashqai onze absolute bestseller is. Ja. Waarbij we ook de Urban Edition hebben. Met echt, ja, ik denk dat ik het zo wel mag zeggen, fenomenale kortingen. Mm-hmm. Want wat er over een paar maanden aan zit te komen, in de nabije toekomst, is dat er een volledig nieuw model van de Nissan Qashqai gepresenteerd zal worden. Ik had het gezien, ja, ja. Dus daar hebben we al, ik weet niet of misschien ook de luisteraars al een blik hebben gezien, maar er zijn wat spy shots verschenen op internet en in de media natuurlijk. En we hebben al hier en daar wat foto's kunnen laten zien van hoe we bezig zijn met de ontwikkelingen van dit volledig nieuwe model, wat ja, natuurlijk ontzettend belangrijk voor ons is. Ja, wat mogen jullie er al van vertellen? Want ik ben een beetje gebriefd door onze journalist die onze testritten doet. Wij volgen daar ook heel nauw op. En hij zei, die Qashqai, daar moeten zeker naar vragen. Want daar hebben ze echt wel iets nieuws voor ogen. Wat kan je er al over vertellen? Wat we daarover kunnen zeggen is dat we uiteraard een volledig nieuw design gaan hebben. Het zal wel heel sterk lijken op het vertrouwde beeld dat we hebben van de huidige Qashqai. Maar we zien toch een volledig nieuw design. Natuurlijk op gebied van motorisaties gaan we ook richting geëlektrificeerde motoren. Ja. Wat natuurlijk enorm belangrijk is in deze tijd, dat we ook het verbruik omlaag halen. Daarbij zullen we eigenlijk bij de introductie een mild hybrid versies gaan hebben van onze motorisaties. Mm-hmm. En in een later stadium zullen we een volledig nieuw concept presenteren op gebied van motorisaties, dat eigenlijk e-power heet. Ja, het is daar waar hij op doelde. Hij vroeg van, kunnen we daar eens meer achterhalen? Want dat is wel een interessant concept. Ik denk dat daar veel mensen op zitten te wachten wat dat eigenlijk inhoudt. Ik kan daar misschien een korte uitleg aan geven. Hetgeen dat e-power inhoudt, is dat de Qashqai aangedreven gaat worden, in geval van e-power, door een elektromotor. Mm-hmm. Dus hij gaat rijden eigenlijk zoals onze Nissan Leaf vandaag rijdt. Dus je hebt het rijplezier van een elektrische wagen. Maar daarnaast hoeft je eigenlijk niet meer op te laden, want de batterij, de kleine batterij die toegevoegd zit in deze wagen, die gaat gevoed worden door een brandstofmotor. Okay. Dus de brandstofmotor die gaat de wagen niet aandrijven, maar die gaat eigenlijk zorgen voor voldoende elektriciteit om de batterij terug op te laden, waardoor dat we elektrisch kunnen rijden. Oké. Interessant concept. Ja, dat is wel uniek, denk ik. Ja. Concept dat een heel groot succes is in ons thuisland in het thuisland van Nissan in Japan. Ja. Waarbij dat we eigenlijk gezien hebben op verschillende modellen dat het een enorm succes is. Mensen hebben graag het elektrische rijden. En voor een aantal mensen die echt langere afstanden willen rijden, is een elektrische wagen niet haalbaar, omdat ze zeggen van, zeg maar iets, ik moet 400-500 kilometer op een dag doen. Ja. En dit is dan een oplossing voor die mensen die echt voor de langere afstanden gaan. Ja, zeker. Het is eigenlijk een nieuwe versie van een range extender. Zo kunnen we het zien. Ik denk, qua de elektrificatie, het woord zal gevallen. Ik denk dat ik gerust mag stellen dat jullie een pionier zijn, hè, met de Nissan Leaf al, hoe lang? Ik denk al 10 jaar in de markt of zo. Hoe zien jullie dat verder evolueren? Je zegt al, er komen mild hybrids aan. Ik dacht dat jullie ook op het einde van het jaar ook een nieuwe volledig elektrische auto gingen lanceren. Ja, eigenlijk dat is de volgende stap van de Leaf. Hè. De Leaf dus nu, na 10 jaar ervaring, zijn we ook bereid om verder te gaan. En onze leadership in de elektrische markt eigenlijk nog te vergroten. Met Ariya, die eigenlijk nu is de crossover die ons ook, we waren pionier in de crossovermarkt. En eigenlijk een fusie tussen de crossovermarkt en de elektrische markt. Tussen Leaf en Qashqai. En eigenlijk alles samen geeft de Ariya. En ik denk dat ik daar nog één model zelfs aan toe mag voegen, want we hebben natuurlijk ook onze Nissan GT-R. Ja. De ultieme supercar van Nissan. En wat we eigenlijk willen laten zien is dat, zoals Hamza zegt, we gaan de werelden van crossover
en elektrificatie waar we pionier in zijn. Maar we mogen ook een vleugje performance daaraan toevoegen van de Nissan GT-R. Dat is heel fijn om te wagen worden op dat gebied. Dat gaat zeer interessant worden. Daar gaan we het nog over hebben, over de GT-R. Maar uiteraard, als we het over Nissan hebben, moeten we het over de GT-R hebben. Maar misschien even eerst naar de Formule E. Hè. Jullie zitten daar met het Nissan E-Dams team. Waarom is het voor Nissan zo belangrijk? Jullie doen het daar best wel goed, hè? Heb ik al gezien. Zeker weten. Waarom is het zo belangrijk om daar toch in te blijven investeren? We zien dat er een paar grote merken blijkbaar minder interesse in hebben, maar jullie zijn daar niet bij, dus dat is... Uiteraard is het voor ons belangrijk om die elektrificatie ook voor te zetten op de autosport. Als we zien, Nissan heeft een historie op gebied van autosport. We hebben ook een autosportafdeling die Nismo heet, Nissan Motorsport. We hebben verschillende versies bijvoorbeeld in het verleden gehad op de Juke, op de 370Z. Ja. Ook op de GT-R nog altijd trouwens, die nog altijd beschikbaar is. Maar het is voor ons enorm belangrijk om ook een uithangbord te hebben van die elektrificatie en om daarin ook mee te gaan in de motorsport. Ja. Tevens op gebied van waardoor eigenlijk, en dat vind ik zelf wel een interessant gegeven, waardoor is autosport ontstaan, dat is eigenlijk voor de ontwikkeling van de wagen. Ja, klopt. De ontwikkelingen die we doen in Formula E, die kunnen we later ook gaan toepassen op productiewagens. Bijvoorbeeld, ik denk aan het regenereren van energie bijvoorbeeld. En eigenlijk al die testen die we doen op autosport, die kunnen we later ook terug gaan nemen op daadwerkelijk zijn massa productiewagens. Dus het is zeker een interessant gegeven om deel te nemen aan een event als Formula E. Dat zal, ja. En in die zin waarschijnlijk ook de Leaf Nismo RC, de racewagen daar. Mij niet ontgaan. De concept car eigenlijk. We hebben inderdaad vorig jaar een heel sportieve versie van de Leaf Nismo RC. RC staat dan voor racing car. Ja. Dat eigenlijk ook een studieconcept is om te bekijken van wat kan die autosport ons brengen. Ja, absoluut. Het was in ieder geval indrukwekkend, als je de filmpjes mag geloven. Ik weet het. Zeg, en vorige zomer heeft Nissan zijn logo veranderd, hebben we gemerkt. Hoe diepgaand is die verandering in de visuele identiteit gegaan? Is dat echt een nieuwe aanpak? Is dat hoe belangrijk is dat nieuwe logo voor het merk? Eigenlijk is het een heel verandering in de manier van werken, in naar onze toekomst. Eigenlijk nu een nieuwe generatie van voertuigen, het hele line-up staan te veranderen. En eigenlijk zelfs het logo dus... Een heel verandering van onze strategie. En met een focus op onze key producten. En vandaag ook kunnen we misschien een breder line-up hebben. Met een heel verandering op alle niveaus. En dat begint ook met onze logo. Hè. Ja. Dan de GT-R, uiteraard. Ik denk dat er achter jullie ook één staat. Dat kunnen luisteraars niet zien. Maar ik denk dat er een mooie foto van de GT-R achter jullie hangt. Wat zijn daar de plannen? Ik weet dat er een nieuwe versie op stapel stond of ondertussen al gelanceerd is voor 2021. Wat zijn daar de verdere plannen nog? Want uiteindelijk, het design gaat al een tijd mee, het is de R35. Ja, inderdaad. Wat zijn daar de grote... Ik zal even zeggen waarom ik er zo'n grote fan van ben. Ik ben een grote fan van Gran Turismo. En ik weet dat Nissan GT-R, de R35, ooit voor een deel meegebouwd is door de mensen achter Gran Turismo. Hè. Dus... Wat zijn daar verder nog de plannen voor de verdere toekomst? Wel, ik denk dat de GT-R, ik hoor het hier ook, hè, als er testritten gedaan zijn met de GT-R, iedereen die terugkomt, die is altijd enorm enthousiast. Het blijft een ultieme supercar. Absoluut. Een ultieme sportwagen. Absoluut. De grap is, Hamza en ik zelf zijn in het verleden ook verantwoordelijk geweest voor de marketing hiervan, voor de lancering in 2017. Toen waren we één team en we hebben toen ook gezien, als we zien hoe iedereen daarin meegaat, toen der tijd met journalisten die ermee gereden hebben.
het blijft een ultieme supersportscar. Ja. Momenteel zijn er nog niet zo direct plannen voor een nieuwe GTR, maar wat we wel weten is dat hij nog altijd in onze line-up zal blijven. Ja. En in ieder geval sowieso dit jaar nog in onze catalogus te vinden zal zijn. Ja, ja. En hij wordt verder ontwikkeld ook, heb ik gezien. Hè? Dus er zijn wel wat vernieuwingen voor dit jaar, voor het modeljaar. Er zijn elk jaar eigenlijk, we zijn natuurlijk een Japans merk, we hanteren een Kaizen-procedure. Dat inhoudt dat we een continue verbetering van al onze producten doen. Dat is niet alleen voor de GTR zo, maar dat is natuurlijk ook voor de Leaf zo, een Micra, een Qashqai, wat dan ook. Bij de GTR is dat natuurlijk heel specifiek. Een wagen die ook, de motor die met de hand gebouwd wordt, door Takumi's. Zeer specifiek. En eigenlijk elk jaar zijn er altijd kleine updates te vinden op de GTR. Ja. Zo hebben we ook al in het verleden bijvoorbeeld Apple CarPlay geïntroduceerd in de GTR. Mm-hmm. Er zijn van binnen verbeteringen gedaan aan het interieur. Remschijven. We hebben bijvoorbeeld inderdaad, zoals Hamza zegt, keramische remschijven in optie gebracht. Meer carbon op het voertuig, zelfs met dak in carbon als mogelijkheid. Dus niet alleen de spoiler, ook de kofferruimte ook in carbon om eigenlijk nog minder gewicht te hebben en meer performance. Dus het blijft ontwikkelen. Ook op GTR, die al vrij extreem is. Het is en blijft een iconische auto natuurlijk. Hè. En zoals jij ook al kon zien, wat we hier achter ons hebben, de luisteraar kan het helaas niet zien, is een GTR 50th Italdesign. Wat eigenlijk een samenwerking is geweest vorig jaar. Ja. In samenwerking met Italdesign hebben we toen een nieuw design gecreëerd, maar ook een upgrade op het gebied van de motor. En dat is een zeer beperkte oplage over de hele wereld, is die te koop gegaan. En wij mogen denk ik zeer verheugd zijn dat we er één verkocht hebben binnen ons, ons invoerder. En dat is in Luxemburg geweest. Dus er is één klant geweest in Luxemburg die er één gekocht heeft. Op BMS-periode vorig jaar. Oké. Wel, we hebben het gehad over elektrificatie, over de GTR. Hoe zien jullie eigenlijk de toekomst? Stel dat we nu 5 jaar zouden verder zijn, wat verwachten jullie dat er verandert aan de automarkt zoals we ze vandaag kennen? Meer elektrische voertuigen op meer segmenten. Vandaag zijn we nog vrij veel gefocust op de C-segment en de B-segment. Nu begint ook de crossover premium en maar ook generale merken eigenlijk aan te komen. We komen ook binnenkort met een SUV. En ik denk dat daar het geval zijn van ook de B-cross segment, van alle verschillende segmenten met een elektrische voertuig. Ja. Of plug-in hybrid, of een andere e-power technologie. Maar we zullen sowieso minder thermische motoren hebben en meer andere technologie. Ja, Ik denk ook dat we dat zien 10 jaar geleden. Waren wij een van de eerste merken die met elektrische wagens kwamen. Als we nu zien, er is veel meer concurrentie bijgekomen. Er zijn veel meer andere merken die nu natuurlijk ook met elektrische wagens komen, die meegesprongen zijn op de boot. Maar ik denk dat het voor ons belangrijk is om die elektrificatie verder voor te zetten, zoals Hamza uitlegde, op de rest van ons gamma. Het tweede element is onboard technologie. Dat gaat ook veranderen. Ja. Ik denk dat binnen 5 jaar gaat iedereen alles automatisch willen hebben in zijn auto. Meer en meer sprake over autonomous driving vandaag. We zijn daar vrij goed aanwezig en eigenlijk met een klein voordeel ten opzichte van de andere met onze ProPilot die vrij goed geavanceerd is tegen eigenlijk wat we mogen doen en daar hebben we toch een goede start, ga ik zeggen, om verder te blijven ontwikkelen. En de derde is inderdaad de mobility, hè? Ja. Andere manier van kopen. Misschien een groepsaankoop, een voertuig voor verschillende mensen met eigenlijk misschien meer homeworking en dan minder trajecten. En dan die groepsaankoop die ook beperkt zijn. Dus het gaat veranderen op alle niveaus. Ja. Van voertuigen, van onboard technologie en dan van mobiliteitspakketten. En daar zijn jullie allemaal actief mee bezig al, als merk. Ja.
Perfect. Zijn we inderdaad achter de schermen volop mee bezig, ja, uiteraard. Okay. Ja. Okay. Heel goed. Ik zie dat onze tijd bijna op is, dus ik ga naar onze quickfire question ronde. Als jullie er klaar voor zijn. Oké. Okay. Okay, klaar voor. Voilà. We starten. Fiets of step? Step. Step, oké. Okay. Uit eten of uithalen? Uithalen. Tweezitter of SUV? Tweezitter. Formule 1 of Formule E? Formule E. Manueel of automaat? Automaat. Francorchamps of Nürburgring? Francorchamps. Radio of podcast? Podcast. Ring van Antwerpen of Ring van Brussel? Brussel. Met de auto door de binnenstad of autovrij centrum? Met de auto door de binnenstad. Dan R34 of R35? R34. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dat was de quickfire question ronde. Ik weet niet of dat jullie nog iets willen toevoegen. Ik denk dat we het over verschillende onderwerpen hebben gehad. Nee, ik denk dat we een heel toffe podcast hebben kunnen samenstellen. Ik wil jullie als vroom.be graag bedanken voor deze samenwerking. En ja, hopelijk tot een volgende keer. Ja, het was echt met plezier. Oh, hetzelfde van mijn kant. Heel erg bedankt om deel te nemen aan onze vroom.be podcast in het kader van het autosalon dat er helaas niet fysiek was, maar wel virtueel. Dat heb ik goed begrepen van jullie. Bedankt Hansa, bedankt Melvin en tot een volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Vond jij deze aflevering interessant? Vergeet je dan zeker niet te abonneren en volg ons op social. We hebben nog heel wat autonieuws voor jou in petto. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.